Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn bij mij te gast Gabriël van der Brink en Josephine de Vries. Josephine, jij bent hier eerder geweest, hè? Als filosoof ook. Ja, een leuk gesprek met Ad. Ja. En Gabriël, je bent echt frequent gast hier als hoogleraar filosofie, bekend. Maar je hebt wel wat meer gedaan dan alleen wijsbegeerte. Onder andere ook politiewetenschap, kan ik dat zo noemen? Nou ja, aan de politieacademie gewerkt. Aan de politieacademie gewerkt. Als onderzoeker. Als onderzoeker. Zeer spannend, we gaan het vandaag hebben over een uitgave die jullie hebben gemaakt. Over seksen en gender. Voor het Tijmgenootschap, en dat is een leuke instituut, uitgever van een reeks. En die reeks die komt 4 keer per jaar uit, dus een soort dus tijdschrift, boektijdschrift. Gabriël, jij speelt daar bij Tijm een belangrijke rol, maar het is natuurlijk teamwork. En Josephine, jij hebt in een van de laatste bijdragen dus een stuk geschreven, daar gaan we het zo over hebben. Misschien eerst even over dat Tijm, hè? Want kijk, je ziet, het zijn heel wat boekjes. Tijm wil wetenschap en maatschappij met elkaar verbinden en heeft een rooms-katholieke achtergrond. Het Tijmgenootschap bestaat meer dan 100 jaar, is opgericht begin van de 20e eeuw. En dat is nu een vereniging van min of meer christelijke intellectuelen, academici, die zich de actualiteit aantrekken. Dus veel discussies over wetenschap, maatschappij, cultuur, zingeving, dat soort dingen. Maar wel, dus die christelijke achtergrond speelt mee, het is niet per se katholiek, maar het is wel met een zeer open oog voor andere levensbeschouwelijke tradities. Dus dat staat nu ook in de missie van het genootschap, dat we het gesprek aangaan met levensbeschouwelijke richtingen, anderen, dus ook buiten Europa. Omdat natuurlijk de vraag naar zingeving vandaag de dag heel erg speelt, maar niet meer op de traditionele wijze kan worden beantwoord. Mm-hmm. En dat betekent in de praktijk dat we inderdaad 4 keer per jaar een boekje maken. Dat gebeurt door de leden van de wetenschappelijke raad. Daar mag ik de voorzitter van zijn. En die maken dus, 2 of 3 mensen daarvan, maken over een bepaald thema een boekje. En daar werken ze al een jaar aan en dat komt dan uit. Klaar. Ja, hier is 1 over Plato en de sofisten. 1 van jou waar we het eerder over hebben gehad, over jouw gelaagde opvatting van moraal. Dus de verhouding tussen evolutietheorie bijvoorbeeld en moderne moraal. 1 over wat universiteiten doen, over polarisatie. Daar is men tegenwoordig heel bang voor. Ja. Het radicale midden over zee, een verkenning van het postliberalisme. Dat is een bijzondere, die ken ik digitaal van Patrick Overeem. De jacht naar rust van Robert van Putten. Dus het gaat eigenlijk over hoe komen we nog tot stilstand in een snelle wereld. Theo de Wit, godenstrijd in de liberale democratie, over Carl Schmitt. Nou, ik zal ze niet allemaal oplezen, maar dan heb je een beetje een idee van waar het allemaal over gaat. Hè? Ja. Serieus, ja, ik zou bijna zeggen filosofisch tijdschrift, maar dat doe ik toch, dat is niet helemaal wat het is. Hè? Het is een mengeling. Theologie. Er zit altijd een filosofische of levensbeschouwelijke component aan, maar ook meestal wel iets vakwetenschappelijk en ook iets actueels. Hè? Dus het gaat altijd over kwesties waar we nu mee worstelen. Dat geldt ook voor de recente uitgaven over gender en seks en identiteit. Daar wordt natuurlijk enorm veel over gestreden, gestoeid en geworsteld. Ja. 1 ding nog even over het tijdschrift. Dat is wel bijzonder dat het al 100 jaar oud is. Ja. Dat is echt een traditie. Ja. En daarom op zichzelf al waardevol om te bewaren. Ja. Dus alles wat langer dan 100 jaar bestaat, dat moet je niet zomaar afschaffen. Het is ook heel erg jammer dat Philips bijvoorbeeld, wat ook recentelijk 100 jaar bestond, nu naar de afgrond gaat. Noem maar wat, komt toevallig morgen in de krant. Ja, ik zag maar dat is... Dezelfde gedachte inderdaad. Ik denk, god, dat is toch jammer. Ja. Ja. Dus iets wat goed draait, hè, dat moet je cultiveren, behouden. Ja. Dat is waardevol. Dat heeft op een manier zijn bestaansrecht bewezen. Als je dan dat in gevarenzone ziet komen, dan moet je toch iets doen. Oh. Nou, in de commerciële sector is sorry, maar dat kan niet, dat is te duur. Wat ik aardig vind aan deze traditie, dit tijdschrift, is dat wetenschappers dus al zo lang bezig zijn met het vertalen van hun academische werk naar het maatschappelijk debat. Ja. Zowel in het Nederlands, er zijn niet veel Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften meer over, nee, als dus naar een meer toegankelijke taal. Ja. Ja. Zeer nodig. Dus hulde voor dat jullie bestaan. Ga naar de website, want je kunt alle bundels die 2 jaar oud zijn of ouder dus, gewoon zelf digitaal raadplegen. Ja. En word abonnee als je geïnspireerd bent.
We hebben geen kortingscode of zo, maar het kost sowieso al heel weinig. Dus, heel weinig. Voor de intellectuelen, doe dat. Dan gaan we nu over seks, gender en identiteit spreken. Want een van de uitgaven, kijk, het is ook het is een charmante omvang. Die gaat daar dus over. Ik ga de andere even wegzetten, ja. Want anders blijft het zo boeken. Nee hoor, één boekje is genoeg. Die zijn voor in de boekenkast. Ja, hip thema. Als lezer van de Volkskrant en NRC Handelsblad, we worden er helemaal mee doodgegooid met gender. Dus ik denk wel eens van, is het niet tijd voor een mannenbeweging? Maar dat komt niet in de bundel naar voren. Het gaat nog over het feminisme. En laten we daar ook maar eens mee beginnen. Wat is nou eigenlijk feminisme als je uitgaat van wat jullie onderzocht hebben? We onderscheiden drie golven. Ja. Is meer iets voor jou om te beschrijven? Ik weet het niet. Ja. Wat verstaan jullie? Ja, wat verstaan jullie onder feminisme? Dat lijkt me even een goed beginpunt. Oeh. Omdat dat een ideologische horizon is, waartegen volgens mij de discussie over gender, identiteit en seks wordt gevoerd. Ja, en misschien is het nog belangrijk om te zeggen van tevoren dat het boek zelf geen standpunt inneemt in de discussie. Maar dat het een bedoeling is, dat het een bloemlezing is van verschillende visies op het thema. En dat we zelf geen positie innemen. En ook de mensen die aan het woord komen in het boek. Er zijn de mensen die aan het woord komen in het boek, die nemen een positie in, maar het boek als zodanig niet. Gabriel, jij hebt de introductie geschreven over om het te positioneren. Ja. Samen met Maria van den Muizenberg moet ik er even bij zeggen, want Josephine heeft heel belangrijke bijdrage geleverd aan het boek, maar Maria van den Muizenberg was samen met mij de redactie. En er zijn drie golven. En dit gaat eigenlijk over de vraag van wat is er nou gebeurd tussen de tweede golf, die we allemaal wel kennen. Dat is eigenlijk heel eenvoudig wat de tweede golf wilde, namelijk gewoon meer gelijkwaardigheid van man en vrouw in de samenleving. Dat is makkelijk gezegd en heel moeilijk te realiseren, maar in principe is dat een vrij eenvoudige streven. En de derde golf is toch anders. Die wil dat ook wel hoor, absoluut, maar ook nog veel meer. Hè? Dus die ondertitel is wat dat betreft, of de titel moet ik zeggen, is wat dat betreft ook wel programmatisch. Dus seks, gender en identiteit. Dat gaat over drie elementen in de strijd, of hoe je het noemen wilt, de verhouding van man en vrouw. Dus je hebt de biologische kant, seksen, lichamen zijn verschillend. Gender, rolpatronen zijn verschillend. En identiteiten zijn ook verschillend. Nou, de derde golf zit erg op identiteit. Dus die stelt zich vragen als van, wat is mannelijke en vrouwelijke identiteit? En hebben we maar twee identiteiten? En wat als ik nou een identiteit heb die daartussen zit? En hoe zijn de hokjes dan verdeeld? En moeten we überhaupt wel hokjes hebben? Dat zijn dus allemaal vragen die heel erg acuut zijn in die derde golf. Ja. Tweede golf was toch meer van, ja, er zijn mannen en er zijn vrouwen. De vrouwen hebben op veel punten achterstand, moeten we iets aan doen. Nou is dus de vraag eigenlijk, is die derde golf, hoe verhoudt zich dat tot die tweede golf? Dus die tweede golf, die is ook in brede kring natuurlijk wel erkend dat moet, gelijk, zeker in het Westen, buiten Europa is een heel ander verhaal, maar in Europa, en zeker ook in Nederland, is de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen op maatschappelijk gebied erkend als streven. De realiteit is nog heel veel aan te doen, maar dat streven is erkend. Maar wat is nou de status van die derde golf en wat is de status van die debatten over identiteit? Wat moeten we daar nou mee? Ja. Nou, en daar is heel veel heftige discussie over en er is natuurlijk heel veel verwarring over. Dus inderdaad, zoals Josephine zegt, we proberen een beetje orde aan te brengen. Zeggen, wat verstaan we onder seks? Verstaan we onder gender? Verstaan we onder identiteit? Gaan we niet al te academisch over doen. Je kunt daar bibliotheken mee vullen, die worden ook gevuld. Dat helpt allemaal niet. Je moet eigenlijk eenvoudig blijven. Nou, seks, dat is gewoon een biologisch verschil. En dan weet ik wel dat er tussen mannelijk en vrouwelijk allerlei andere verschillen zijn. Heel veel subsoorten, maar een groot deel van de mensheid valt in één van die twee soorten heen. Dat is biologisch. Dan heb je gender. Dat is hoe rolpatronen, gedragingen, modellen, voorkeuren, waarderingen maatschappelijk verdeeld zijn. Wat we als mannelijk en vrouwelijk beschouwen, valt niet helemaal samen met het biologisch verschil. Daar hebben culturen een eigen invulling in. Ja, en identiteit zit erg van binnen natuurlijk. Hè? Van hoe voel je je? Wat is je diepste wezen? Hoe wil je jezelf identificeren? Hoe noem je jezelf? Wie wil je zijn?
Ja, dat is veel psychologischer. Zit natuurlijk veel meer aan de kant van hoe je jezelf opvat. Maar het zijn verschillende dingen, want je kunt jezelf op allerlei manieren opvatten, maar je hebt een lichaam. En trouwens, je zit ook in een samenleving. En dat zijn gegevenheden die zich als het ware opdringen. En een van de problemen van het debat over identiteit is dat het debat over identiteit wel heel erg over die binnenkant gaat, maar zich nauwelijks lijkt af te vragen wat er aan de buitenkant, hetzij vanuit de maatschappij, hetzij vanuit de fysieke kant, allemaal al is aangeleverd. Daar wil men zich liever niet, sterker wil men van af. Nou, en dat is dus, dat is niet zo makkelijk, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo makkelijk om te doen, maar ook niet zo gemakkelijk om te verdedigen. En toch is dat wel het streven van die derde golf. En daarom is dit in het boekje ook, hebben we geprobeerd serieus ons uiteen te zetten met dat streven. Want het boekje opent bewust met een gesprek wat we gevoerd hebben met een drietal feministische wetenschappers, die heel nadrukkelijk die derde golf niet alleen vertegenwoordigen, maar ook belichamen. Die dus gewoon zeggen van, ja, ik wil niet worden aangesproken met zij. Dat zijn drie vrouwen, hè? Althans, zeg ik nu, maar het waren drie vrouwelijke studenten, dus bijna afgestudeerd of afgestudeerd. Niet wel, jonge vrouwen, en die weigeren dus gewoon zichzelf te definiëren in de traditionele termen. En die hebben daar een verhaal bij. En wij dachten, wat is dat verhaal? Waarom wil je dat nou? Die wil dus op een gegeven moment niet worden aangesproken met hij of zij. Nou, waarom wil je dat niet? Serieus over praten. En kunnen die vrouwen kunnen we dat begrijpen? Konden die begrijpen dat jij zei van jullie zitten in de identiteitsmodus? Nee, de vraag is, dat is alweer veel te. Dus eerst even ruimte maken van, vertel nou jullie verhalen eens even. Ja, ja. Nou, en dan zeggen ze, dat is veel te veel hokjesdenken, zeggen zij dan. Dat wil ik niet. Want ik heb misschien wel verlangens die niet in die hokjes passen. Dus ik wil van die hokjes af. Klaar. Geen hokjes. Helemaal geen hokjes. Het is soms wat diffuus ook, hè? Dus je begon met de vragen van die verschillende golven. En het verschil tussen de tweede en de derde golf. Als je gaat nadenken over die derde golf, dan ga je automatisch nadenken over het verschil met die tweede. En ik raak dan vaak een beetje in de knoop. Denk, ja, het verschil is niet heel duidelijk, want er zitten ook nog heel veel elementen in die derde golf. Als je dat interview met Rosemarie Buikema, waar ze het heeft over representatie, vertegenwoordiging van vrouwen in de kunst, literatuur, dat stamt allemaal vanuit de jaren 60, 70, echt vanuit die tweede golf. Er zitten heel veel elementen in het activisme van de derde golf die ook in de tweede golf al bestonden. Maar ik denk inderdaad, dat identiteitsvraagstuk en dat identiteit losgekoppeld kan worden van de biologie, dat is waar de derde golf gender een stap ook al maakt. Waar ze de stap maken naar iets nieuws, zeg maar. Waarin ze, en ik denk, jij vraagt je af ook in je stukken van, hoe kan dat nou? Wat vreemd dat de biologie helemaal niet ter sprake wordt gebracht, of dat dat helemaal geen rol lijkt te spelen. Maar het lijkt mij juist dat dat nou precies is waar het om gaat. Dat is eigenlijk, ze willen vrij zijn van het lichaam. Het gaat steeds weer zo'n stapje naar vrijer. Die we al honderden jaren maken. Steeds vrijer. En dit is weer een bastion wat geslecht wordt in het leven van het vrije individu, zullen we maar zeggen. Ja, ik vind het daarin dus ook heel erg drijven op de liberale traditie. Ja. En ook wel op de neoliberale traditie. Dat is natuurlijk ironisch. Op een beetje gemeene opmerking. Maar ik zeg dus eigenlijk, als ik het heel vervelend zeg, de derde golf is een liberaal of neoliberaal verschijnsel. Want keuzevrijheid staat voorop. Er mogen geen beperkingen zijn. Niet van lichamelijke aard, niet van maatschappelijke aard. Al helemaal niet van politieke aard. Macht mag geen rol spelen. Hokjes mogen geen rol spelen. Want ik bepaal zelf wie ik ben. Nou, dat is natuurlijk de kern van het liberale project. Al bij Locke, maar ook zeker bij de existentialisten. En, namelijk, wie jij bent, bepaal jij zelf. Ja. Dat is, je bent God zelf niet, maar je bent het soeverein als individu. Je hebt niks te maken met die anderen en met de maatschappij en met tradities en met natuur. Ja. Nou, vind ik zelf, dat is een heel belangrijk ding in het Westen, dus dat gaan we niet weggooien. Hè? Maar het is heel erg wel. Het is heel ironisch, vind ik, omdat ze dus in woord hebben ze het over een patriarchale orde waar ze zich tegen verzetten. Ja. Een orde waar ze zelf een product van zijn. Ja, dus die orde is bedacht door witte mannen, 300 jaar geleden. Binnen die orde kunnen zij deze claims maken. Binnen die orde ontstaat die vrijheid waarin zij kunnen zeggen, dat lichaam, daar heb ik niks mee te maken.
Dus dat is wat ik zelf historisch wel interessant vind en nog graag jullie wil voorleggen. Kijk, we hebben natuurlijk een verschillende beschavingsorde gehad. Sommige mensen zeggen ook, het is één lijn de geschiedenis. Je kunt ook orders onderscheiden. Bijvoorbeeld in de Renaissance was het idee van de hermafrodiet ook al aantrekkelijk voor een subcategorie van kunstenaars. En in de oudheid, bijvoorbeeld bij de Grieken, liep dat soms ook nog wel door elkaar heen. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het Pantheon zelf terugkomen. Ja. Dus de mercuriale vervloeiing tussen mannen en vrouwen. En dan denk je dus niet aan een man-wijf, maar echt aan een androgyn wezen. Ja. Alleen dan wordt het inderdaad juist in het Westen heel aantrekkelijk om dat als een streefbeeld te zien. Terwijl in die andere culturele constellaties lijkt het meer een... Ja, bijzonder artistiek iets of een leuke verbeelding. Maar nu alles of heel veel lijkt erop gericht. Hè? Dus wat zou dat mede kunnen verklaren? Is dat die individualisering waar het een onderdeel van uitmaakt? Ja, dus jij zegt, je ziet het al vaker in de geschiedenis. In Azië zie je het ook heel veel. Maar ook... dan blijft het een soort sub-iets. Ja. Dus iets wat ze voor meer in het... Ja, in het museum, in artistieke praktijk... Ja, dat is zo. En dat is ook heel begrijpelijk. Want kijk, juist als je een hele strakke tweedeling hebt tussen man en vrouw... dan gaat de verbeelding als vanzelf naar een derde iets. Namelijk, goh, zou er ook een menging mogelijk zijn? Is dat niet spannend? Nou, alle fantasieën gaan over het oplossen van een tegenstelling. Hè? Dus in de fantasiewereld, in je gevoelsleven en in... artistieke verbeeldingen en trouwens ook in de porno. Alles wat daarvan afwijkt is interessant. Want de verbeelding houdt niet van het normale. De verbeelding houdt van datgene wat het normale overschrijdt. Niet tweedelingen, maar de derde, de vierde positie. Nog iets erbij. Hoe bizarder, hoe beter. Dus onze verbeelding wordt gekaapt op het moment dat er iets bizars gebeurt. Dus de hermafrodieten, hartstikke interessant. Transvrouwen, hartstikke interessant. Alles is interessant voor de verbeelding. Maar nu het gewone leven. Is dat ook zo? Nou, nee. In het gewone leven moet er worden gekookt en afwas, kinderen gebaard en naar school gebracht. Ik bedoel, ja, dan komt er dus iets anders naar voren. En dat is niet allemaal verbeelding. Dat is gewoon tamelijk down to earth. En de meeste culturen hebben dat heel goed opgelost. Zeggen, nou, weet je wat? Vrouwen zorgen voor het koken, mannen zorgen voor de verdedigingen voor het geld. En dat is het gewone leven. En dan als we naar de Wayang-poppen gaan kijken bijvoorbeeld, of naar het theater... Dan gebeurt er iets wat spannend is. Maar ja, dat is theater. Dat is heel lang bij ons ook zo. Homoseksualiteit is natuurlijk altijd aanwezig geweest. Oh, maar die zaten bij het toneel. Hartstikke leuk om naar te kijken. Dat heb je ook nog, homo's. Nou, interessant. Maar de meeste mensen leven het andere heel gewoon. In het Westen is sinds de romantiek... de marge, dus de artistiekelingen, de bohème... het grensoverschrijdende, de fantasie... sterker naar voren gekomen. Dat willen we allemaal wel. Sinds 68 is de verbeelding aan de macht. Dus wat krijg je? Nou, dan gaat dat ook in het openbare leven gebeuren. Dat gaat dan ook in het gewone leven gebeuren. En nou krijgen we dus dat je op de televisie... nou, elke avond wel transvrouwen kunt zien. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dus daar wordt in feite de fascinatie... die het altijd al heeft... in de plaats gesteld van het gewoon... of in de plaats, die overwoekert het gewoon leven. Ik snap dat als fantasie, hoor. Ik geniet er ook van, om te zien als kijkspel. Maar dat is niet hetzelfde als het gewoon leven. Maar het is... Ik vind het wel een interessante koppeling. Want die verbeelding... de wereld waarin wij nu leven... is natuurlijk een resultaat van de menselijke verbeelding. Ik las ergens een quote, ik weet niet meer van wie, die zei... ja, alles wat nu bewezen is, was ooit verbeelding. Ja. He, dus AI, noem maar eventjes de open deur van vandaag. Maar wij verzinnen dingen en dan vervolgens maken we het. Ja. En dan doen we het. En dan maken we er de normale wereld van. Ja. Dus, en dat doen we niet al sinds 68, maar dat doen we al sinds God niet meer bestaat, denk ik. Ja. Dus daar zit dus toch wel ook iets moderns dan in, denk ik. Zo, dat idee van... Hè, want vroeger was het meer... Ja, dat bestaat. Het was een verschijnsel. Het bestaat, maar dat laten we daar. Hè, dat is onderdeel van de orde, maar dat laten we daar. En in de moderne tijd denken we... Ja, nou, dat vinden we misschien wel leuk. Misschien kunnen we dat gewoon onderdeel van het normale leven maken. En is het juist die beweging waarin we de verbeelding naar het normale trekken. Maar je zei niet voor niks, sinds God niet meer bestaat. Ja. Dat is een heel belangrijke toevoeging. Ja. Want dat betekent dat wij dat dus... Hè, God is er dan even niet meer.
Dus nou gaan we dat zelf doen. Dus wij stellen ons op de positie van God. God schept de wereld. Er is dag en nacht en licht en donker, aarde, water, man en vrouw. Ja. Dus God heeft de wereld geschapen in opposities. Dat is niet alleen bij Genesis zo. Dat is in alle culturen zo. Dat zijn opposities. En zo is de werkelijkheid lange tijd geweest. Nou, nu worden wij even God, weet je wat? Weg met die opposities. Ja. Nou is dus de vraag of, dat kan. Of wij weten wat we doen. Ja. Dat is de vraag. Kijk, God is alwetend. En de vraag is, zijn wij dat ook? Stel dat wij die positie innemen, weten we dan wat we doen? En mijn overtuiging is, dat weten we helemaal niet. Sterker nog, onze hubris, onze overmoed, maakt dat we dingen doen waarvan we de gevolgen absoluut niet overzien. En dat is op een aantal dossiers inmiddels duidelijk. Dat hoef ik maar klimaat te noemen. Maar het zou ook op dit terrein ook wel eens kunnen. En daar begint mijn twijfel. Zijn wij dan God? Als wij dus... er zijn mensen die moeite hebben met hun geslacht. Oké, dat is enorm dramatisch. Die gaan we opereren. Oké. Weten we wat we doen? Dat vind ik de gewetensvraag. En ik denk dat heel veel mensen, zeker moderne mensen, in de hoogmoed zitten van, ja, dat hebben wij uitgezocht. Die risico's zijn bijzonder laag en dit en dat. Het kan allemaal heel veilig. Hè? Dus we gaan er een eindje door. Alles wat we ons verbeeld hebben is waar geworden. Oké, maar we vinden ook clustermunitie uit. We vinden ook de atoombom uit. Ja, dus zeker. We zijn niet alleen God, we zijn ook de duivel. En dan wordt het interessant, want dat betekent dat we in onszelf de strijd gaan krijgen, die vroeger naar buiten werd geprojecteerd, het licht tegen het zwart, de hele apocalyptische strijd. Dus, dat zijn we dus nu zelf. Oké, maar dan moet het ook heel serieus worden. Dan moeten we echt in onszelf kijken welke krachten, van goed en kwaad, in ons strijden. En dan is het niet zo dat je kunt zeggen van, nou ja, maak alles maar wat je verzint. Nee, dan moet je de vraag stellen van, is het goed wat we maken? Weten we wat we doen? En dan wordt het heel filosofisch. Nou, daar komen we natuurlijk helemaal niet aan toe, want iedereen moet in de moderniteit mee van. Als mensen dat willen, moet je dat doen. He, er is vraag naar, dus je gaat leveren. Ja, dat vind ik van een primitiviteit. Ik vind dat de schepping beschermd moet worden tegen deze menselijke overmoed. Maar we zeilen een beetje af van het eigen onderwerp, geloof ik. Ja, maar daar komen we zo meteen wel op. Wil jij nog in deze lijn nog wat zeggen of zullen we die zo hernemen? Nee, ga door. Ja. Nou, om er even bij het boek terug aan te knopen, wat me wel interesseert is dat jullie ook dus vrouwen hebben gevraagd naar hun motieven. En ik was wel gewoon geïnteresseerd, wat valt jullie op aan wat zij gezegd hebben? Ik er zijn ook wel dingen die mij opvallen. Het idee van, ja, er is een strijd te voeren. Die hokjes zijn er, daar moeten we ons van bevrijden. Maar zijn er nog dingen waarvan je nog zegt van, nou, dat is toch opvallend dat deze feministen uit de tweede, derde golf op zo'n manier kijken naar de wereld. Dat het jullie misschien ook wel op de gedachte bracht van, oh, ik begrijp dat. Want dit is al de kritische interpretatie die we nu geven. Ja, dat is niet te vroeg. En dus nog even één laag terug naar van wetenschappelijk gezien. Wat vinden jullie opmerkelijk voordat we het zo interpreteren? Nou, misschien één ding. We hebben vier dames geïnterviewd. Twee daarvan zitten in de geesteswetenschappen. En twee daarvan meer, ja, dus één in de zorg en één in het recht. Dus als ik me mag veroorloven, zijn die laatste twee staan wat meer met hun voeten in de klei, zeg maar zeggen. Die doen dingen in de werkelijke wereld. En die grijpen ook in die wereld, zeg maar zeggen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar er zit een soort kwalitatief verschil tussen die twee kanten. En die twee, die dus, ja, dus gewoon arts en hoogleraar rechten zijn, die komen veel minder makkelijk om het biologische verschil heen. Echt maar. Dus die komen dat biologische verschil gewoon in hun werk steeds tegen. Dus hè, waar Rosemarie Buikema, die dus hoogleraar... kunst, literatuur en diversiteit. En die heel erg bijgedragen heeft aan het vak genderstudies op universiteit in Utrecht. Die vertegenwoordigt in het boek een beetje het verhaal van de derde golf, zeg maar. En die wil heel graag. Dus die gaat heel erg mee met haar studenten. Die niet meer als hij en zij aangesproken willen worden en dergelijke. En die ziet daar het nut en de noodzaak van in. Maar Angela Maas, de cardioloog, die zegt, ja, het
behoorlijk relevant of je een man of een vrouw bent, gewoon biologisch gezien. Als je goed geholpen wil worden in het ziekenhuis. Dus het viel me op dat dus naarmate je dichter bij de praktijk komt, dat het biologische verschil zich toch wel opdringt. Ook internet vond ik ook heel opmerkelijk. Corine Prins, die dus ook als voorzitter honoreren en nu erg veel met het internet bezig zeggen, dat internet is ontstaan op een bepaalde manier. En dat doet iedereen alsof dat een neutrale ruimte, maar dat is in termen van gender helemaal niet neutraal, want het op internet verschijnen betekent voor mannen en vrouwen iets heel anders. En niet alleen voor henzelf, maar het brengt ook andere risico's met zich mee. En dat is een hard gegeven. Kun je dat iets vond ik interessant. Maken? Veel trans op internet. Wat? Nee. Je komt met je uiterlijk op internet. En als je als vrouw in beeld komt, gebeurt er iets anders dan wanneer je als man in beeld komt. Ja. Daar gebeurt gewoon iets anders. Er worden andere waarden aan toegekend. Daar wordt anders mee omgegaan. Dat moet je even toelichten. Het roept andere reacties op. Dat kun je toch ook zien bij een nieuwslezeres of bij een vrouwelijke Tweede Kamerlid. Als een vrouw in het openbaar optreedt, wordt zij gezien en zij wordt gezien door mannen. Hoe wordt zij gezien? Nou, beschaafde burgers, zij wordt gezien als deelnemer aan het publieke debat. Ze wordt gezien als professional. Zou een beschaafd mens zeggen. Maar zo is het niet alleen. Er zijn mensen die zeggen, ik zie daar een lekker wijf. Die zien dat. Nou, en jij zegt, maar wil je... Nee, wacht even, ik maak hem even af. En dan krijg je de spanning van zeggen, en mag ik dat dan uiten? Nou, we leven in het Westen, dus ik mag alles uiten. Dus ik zeg dat. En, en dan zegt die mevrouw in het openbaar, die zegt iets wat mij niet bevalt. Nou, wat is dan, wat gaan we er daarvan vinden? Nou... Dus verschijnen in het openbaar is voor man en vrouw niet hetzelfde. En hoe dat komt, daar is een hele theorie over. Daar gaan we het even niet over hebben, want dan komen we in allerlei zijpaden. Maar dat verschil is op het internet van... En als meisjes dus bijvoorbeeld, als er foto's worden upgeload tegen haar wil in... dan heeft zij daar enorm last van, hoor. Meer dan jongens. En dat soort verschillen zijn dus een hard gekregen. Josephine helemaal gelijk in, namelijk... Dat zijn realiteiten. En, maar toch even ophelderingsvraag. Jij suggereert nu wel heel sterk dat vrouwen niet naar mannen kijken als... Niet op die manier gemiddeld is dat anders. Dat spel van kijken en bekeken worden tussen man en vrouw is niet symmetrisch. Vrouwen, ik zal een bevriende kunstenaar citeren die het mij... Vrouwen zijn geschapen om bekeken te worden. Dat is even, dat klinkt enorm seksistisch. Maar klopt. Ja. Maar laat ik het dan voor mijn eigen rekening nemen. Dan maak ik het gewoon privé. Dan begin je wel een leuke biologische verklaring in plaats van al die andere... Denk het wel, ja. Ik denk dat het biologisch is, ja. Mannen kijken graag naar vrouwen, laat ik dan zomaar zeggen. Dat spreek ik voor mezelf. Ik ook, hè. Zo. En we kijken ook met een seksistische blik als je daaronder verstaat dat er op seksuele kenmerken wordt gekeken. Dus laten we zeggen erotisch. Dat doet mee. Dat is niet alles, dat doet mee. En vrouwen spelen het spel door te zeggen van... Sorry, maar dat doen wij niet. Ja. Intussen kleden ze zich heel zorgvuldig. Zorgvuldige lipstick gebruiken. Anders speelt het spel in de praktijk helemaal mee. Nou. Ze doen van niet, hè? Ja. Kijk, wat hier natuurlijk een beetje door elkaar loopt... is dat... dat is nou juist precies waar die derde golf tegen strijdt. Ja. Ik denk dat jij nu een argument maakt dat biologisch gezien onmogelijk is om dat te onderdrukken, zullen we maar zeggen. We kunnen daar nooit vanaf. Het zal altijd zo zijn dat vrouwen meer seksueel bekeken worden. Of, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. En het is de vraag of dat zo is. Misschien kunnen we daar wel vanaf. We hebben een hoop dingen waarvan we dachten dat we er niet vanaf konden, daar zijn we ook vanaf geraakt. Dus... we laten ook geen boeren meer in het openbaar. Ik bedoel, je kan argumenteren dat bij je natuur hoort, maar we hebben dat ook onderdrukt. Ik ben ervoor dat dat spel beschaafd gespeeld wordt. Ja. Boeren hoort niet omdat het onbeschaafd is. Ja. Maar dat neemt niet weg dat als je te veel te snel gegeten hebt, dat er zich een boer kan aandienen. Dus dat het biologisch is, wil niet zeggen dat je dat de vrije hand moet geven. Nee, en ik vind het gebruik van lipstick een beschaafde manier om daarmee om te gaan. En mannen die kijken, die moeten zich ook op een beschaafde manier daar... Ja. Voor zichzelf en voor hun vrienden. En ook richting vrouwen dat in beschaafd gedrag omzetten. En daar kan bij horen dat je dus, ook al denk je... dat is een aantrekkelijke vrouw, dat je dat niet meteen zegt... maar dat je dat voor jezelf houdt. Je moet je er ook wel bewust van zijn. Je moet niet in de
puriteinse mode schieten van... Oh nee, dat voel ik helemaal niet. Ja, dan, oké, dat kan hoor, maar de meeste mannen, geef ik op een briefje, die hebben die reactie wel. Daar kun je geen bezwaar tegen, maar je kunt er wel bezwaar tegen als dat op een lompe manier wordt geuit. En ik vind niet dat je dat verschil moet ontkennen. Ik vind dat je het verschil een beschaving niet moet vormgeven. Ja, en in de context van Corine Prins, het punt dat zij maakt is... zij is gespecialiseerd in privacy en internet, IT. En ze zei, er zijn misschien andere redenen waarom een vrouw... of iemand die eerst een man was en nu een vrouw is of andersom... bijvoorbeeld informatie van het internet zou willen verwijderen... dan de gewone man. En ze zegt, het zou best kunnen dat... dat de regels die daar nu voor bestaan... dat die meer afgestemd zijn op de gewone man... Ja. Dan op vrouwen of identiteiten daartussenin... of genders daartussenin. En dat is het punt. Dat is eigenlijk het punt wat zij maakt... in het interview dat we met haar hebben gedaan. Dus dat je... dat de situatie vooralsnog nog steeds zo is... dat de wereld en ook de virtuele wereld... anders is voor vrouwen dan voor mannen. Ja. En dat je daar dan dus ook... in moet voorzien. En dat is meer op een cultureel niveau, wat Angela Maas echt heel hard biologisch zegt. Het is ook al, ze geeft een voorbeeld van Maxime Februari. Ze zegt, ja, dat is nu een man, maar misschien heeft hij nog wel een baarmoeder. Dat betekent dat hij wel nog uitstrijkjes moet laten maken. Dus dat eenvoudige feit, dat lichaam toch nog... En maandelijks peperdure medicijnen slikken. Ja. Ja. Om nog eens wat te noemen. Ja. Zijn er nog andere dingen die jullie opvielen tijdens het spreken met deze vrouwen over hun perceptie van gender? Was het bijvoorbeeld zo, interesseert me wel, dat er meer praktijktypes, vrouwen met poten in de klei, ook wel de overtuiging hadden dat die biologische constantes een zekere output hadden op het niveau van gender en identiteit? Of waren deze praktijkvrouwen, en jij misschien zelf ook, wel van mening dat toch ook echt verschillende dingen zijn? Met output bedoel ik dan, het is duidelijk dat bijvoorbeeld Maxime Februari nog een baarmoeder heeft. Heeft dat dan wellicht ook toch nog ook effecten op het niveau van hoe er bijvoorbeeld wordt gekeken naar vrouwen? Dat is dan nog biologisch te verklaren. Hoe bijvoorbeeld er gegeten wordt of hoe er gesport wordt. Hoe er op het niveau van de maatschappelijke constructies beweging is. Ik snap het niet helemaal, sorry. Nou, ik heb Maxime Februari zelf wel eens horen zeggen of gelezen... Ja, dat hij sinds hij testosteron slikt, wat een lichamelijk effect heeft... hij een enorme geestelijke verandering heeft ondergaan... omdat hij namelijk onmiddellijk beslissingen weet te nemen zonder aarzelen. Dat is een uitspraak van hem. Namelijk dat zijn beslisvaardigheid is toegenomen door het slikken van testosteron. Dus niet van zal ik zus en zal ik zo. Nee, pas, dat is het. Interessante ervaring. Het is maar één ervaring, dus dat kunnen we niet veralgemeniseren, maar wel iets wat, laat ik zeggen, in het samenleven tussen man en vrouw wel vaker op mij althans opvalt, dat als we dan in een situatie, en er is aarzeling, dat die aarzeling eerder aan de vrouwelijke kant optreedt dan dat die mannen dan de knoop doorhakken. Wat na een voordelen heeft, hè. Ik zeg niet dat het goed is, ik zeg niet dat het slecht is, ik zeg dat het een verschil. En nou zegt Februari, ja, dat komt door het testosteron. Interessant. Hè? Dus die baarmoeder zal een effect hebben, maar de testosteron heeft veel meer effect. Gewoon een slikje, hè? Dus dat is gewoon iets lichamelijks. Dus kunnen we heel praten over geest, identiteit. Nee, dat is gewoon een stofje. Ja. Over biologie gesproken. Nee, waarom ik het vraag is natuurlijk omdat die drie dingen wel loshangen. Maar ze die hangen dus niet los. Wij zijn het alle drie en je kunt alleen maar analytisch onderscheiden. Ja. Nee, dat is nou het hele punt. Identiteit, gender, seks, ik vind het allemaal prachtig. Maar we hebben maar één lichaam en één leven en we zijn één persoon. Ook als je meerdere identiteiten hebt, zit toch allemaal in één lichaam. En dat lichaam heeft nou bepaalde stoffen. Ja. Dat doet zijn werk, ook als je niet nadenkt erover. En dat is een geheel en dat kun je alleen maar analytisch onderscheiden. En ik vind het bezwaarlijk als je dat verzelfstandigt. Als je dus de identiteitsvraag gaat loskoppelen van de maatschappij waar je leeft... Maar dit is ook mijn bedenking. Dit is ook mijn bedenking van de macht van deze thematiek in het publieke debat. Er is een kleine subcategorie van mensen die hiermee zit, die dus deze drie eenheid problematiseert. En vooral denkt vanuit gender of zelfs identiteit en seks iets ingewikkelds vindt. Ja. Die mensen krijgen heel veel aandacht. Terwijl het zijn natuurlijk de afwijkers. En zij willen eigenlijk dat de afwijking de norm zelf wordt.
En dat vind ik wel eens, een, ook sociologisch gesproken, ook onderdeel van het experiment. Hè? Kun je een publiek debat verantwoorden dat zo gericht is op de uitzondering, waardoor eigenlijk normaal je normaal voelen in je lichaam en in je rolpatronen problematisch wordt? Wat, hoe kijken jullie daarnaar? Is het wel te verantwoorden, zo'n boek eigenlijk? Omdat het krijgt zoveel aandacht. Ik denk dat heel veel mensen de twijfel aangepraat krijgen. Ik denk dat dat ook expliciet de bedoeling is van ook mensen die jullie gesproken hebben. Er zit een heel offensieve agenda in. Ja. Of denken jullie van, nou, als je ze spreekt, valt dat wel mee? Ze komen op voor mensen die lijden onder de norm, maar ja, kijk, ze dringen het niet op. Dat is wel de achtergrond en dat is ook waarom het zoveel weerklank vindt. Is omdat het een beroep doet op bepaalde normen en waarden die wij wel allemaal delen. Namelijk dat je voor mensen die dat je discriminatie en uitsluiting moet voorkomen. Dus als je vaststelt dat er mensen zijn die niet echt man of en niet echt vrouw zijn. En die, ik geloof wel persoonlijk dat die mensen bestaan. Ja. Is 2% van de mensen of zo? Ja, het zijn er misschien niet veel. Maar goed, dat doet er misschien niet toe dat het er niet veel zijn. Want wij hebben een verplichting met elkaar om voor minderheden op te komen en te zorgen dat zij niet lijden onder de meerderheid. Ja. Dus daar komt het vandaan. Of de vraag of de meerderheid nu aan het lijden is onder de minderheid. Ja, dat... Daar ben ik het niet met je eens. Je kunt niet zeggen, als er een minderheid is die leidt onder de meerderheid, daar besteed ik aandacht aan. En de vraag of de meerderheid leidt onder de minderheid, daar hoeven we niet over na te denken. Dat kan niet. Dus je moet het alle twee doen. Dat je er niet over na moet zeggen, dat ik het antwoord niet Dus de weet. Vraag van Jelle, van is er sociologisch een probleem op het moment dat je heel veel aandacht besteedt aan die minderheid, vind ik een serieuze vraag. Maar het antwoord zit ook in dit boekje, want het begint weliswaar met de discussie over, we moeten van de hokjes af, maar als je het boekje leest, dan eindig je bij Frans de Waal. En die heeft een ander verhaal. Ja. Namelijk niet dat die hokjes, die bedoelt ook tegen die hokjes, maar die zegt van, ja, meerderheden, in bij de primaten, maar ook bij de mensen, is er een hele ruime meerderheid die gewoon man-vrouw is, klaar. In de meest elementaire zin van het woord. Dat is de normaliteit. Ja. Of we daar ook even over kunnen nadenken. Maar als je natuurlijk een publieke sfeer krijgt waarin de rituelen van volwassenwording voor mannen en vrouwen niet meer een plek krijgt, maar waarin veel aandacht komt voor die genderfluiditeit, dan ben je natuurlijk die kleine groep aan het vergroten. Dan zeg je eigenlijk van, nou, zij hebben eigenlijk de rituelen tot volwassenwording. Want wat is volwassenwording? Dat is die dedifferentiatie, dat loslaten, het omarmen van het androgyne. Dat is eigenlijk het grote... Ja. Is dat volwassenwording? Nou, maar dat is denk ik wel het nieuwe dominante perspectief. Het moderne perspectief. Nou, is het echt gericht op dat androgyne? Volgens mij is het meer dat identiteitsvorming gewoon steeds minder kaders heeft, zeg maar. Dus dat jezelf vinden, wat volwassen worden is, denk ik. Dus een identiteit aannemen, zou je kunnen zeggen dat volwassen worden is. Dat steeds minder kaders krijgt, heeft gekregen door maar de tijd heen. Maar is het mogelijk? Kun je op die manier volwassen worden? Ja. Kijk, Freud heeft ooit... Eén seconde. Ik denk dat die identiteitsvorming heel expliciet nu in het publieke domein gericht is op androgyniteit. Ja, dus ik denk heel erg duidelijk dat er een genderopvatting van volwassenwording is aan het is ontstaan. Ja. En Gabriel, aan jou de uitnodiging om... sorry dat ik je nou in de reden val, maar om even voor de gedachtegang scherp te houden van... Wat is volgens jou volwassenwording? En kun je dan eens op die structuur reflecteren? In de elementaire zin ook, zoals we dat kennen uit bijvoorbeeld antropologisch en sociologisch onderzoek. Wat is een basisdefinitie van volwassenwording? En hoe kunnen we dat dan nu tegen dit plaatje zetten? Want ik denk echt dat volwassenwording nu is eigenlijk het loslaten van seksuele identiteit. Het omarmen van het androgyne. En het eigenlijk daarmee, nou ja, je zou kunnen zeggen het... De tussenfase van het leven, die juist de jongeling kenmerkt, van niet echt een man, niet echt een vrouw, juist dat vasthouden. Dus ik zou zeggen, volwassenwording heeft niet alleen te maken met identiteitsvorming, maar ook met differentiatie. Dus hokjesdenken hoort in die zin bij het volwassen worden. Maar goed, dat is even mijn voorzet. Misschien kun jij er wat... Ja, kijk, ik ben erg voor differentiatie en ik heb ook in heel mijn leven zelf altijd wel bijvoorbeeld de vrouwelijke kant in mijzelf heel goed gezien. Maar ik ben daarin geholpen door Freud. Ik heb me lang met Freud bezig gehouden. Echt jaren. En Freud heeft als levensopdracht zeggen, een mens moet, en dat is ook een definitie van volwassenheid, een mens moet zich uiteenzetten met drie grote verschillen.
Het verschil tussen man en vrouw. Het verschil tussen de generaties. En het verschil tussen leven en dood. Dus er zijn drie scheidingen, grote scheidingen, die je in je leven onmogelijk kunt ontlopen. En een volwassenheid betekent dat je er niet alleen bewust van bent, maar dat je daar een verhouding toe vindt. Nou, leven en dood, dat is niet zo makkelijk. Maar we moeten het allemaal. Tussen die generaties, dat is natuurlijk al langere tijd aan het schuiven. Ook in mijn eigen tijd, de jeugd komt dan opstand tegen de oudere generaties. Ik ben nu zelf ouder, dus dan zie je ook de andere kant van het verhaal. En vanuit de oudere generatie denk je wel eens, jeetje zeg, al die pretenties van die jongeren, waar gaat het eigenlijk over? Nou, dat had ik vroeger ook. Maar dat is nog wel altijd een spanning waarin die twee, de verschillende posities van die twee generaties, iemand van 70 plus is iets anders dan iemand van 20 plus. Dat zijn verschillende dingen. Nou, het verschil tussen man en vrouw, dat is nu ook gaan schuiven. Wat is dat schuiven? Is dat vooruitgang? Is dat regressie? Dat wil zeggen, is dat terugvallen in iets kinderlijks? Het weigeren om volwassen te worden, het weigeren om je met die grote tegenstander. Wat is het dan? Nou, het weigeren om man te worden. Het weigeren om de dood te accepteren en het weigeren om de verantwoordelijkheden van de volwassenheid, van de ouderdom. Ja, en het weigeren dus van je generatie worden, zou je kunnen zeggen. Ja, ouder worden is iets anders dan als puber door het leven gaan. En iedereen die ouder is in de zin van ouderschap, hè, van kinderen heeft, die weet ook dat dat essentieel iets anders is dan fuiven in het weekend of door de week. En dat verschil is ook in het openbare leven eigenlijk maar nauwelijks erkend. Iedereen is namelijk gelijk, en is allemaal individuen. En ik vind dus zelf, daar heb ik een opmerking over gemaakt, heel interessant dat het regeringsbeleid het gezin als rekeneenheid heeft afgeschaft. Dus het gezin als eenheid om in te rekenen, het speelt geen rol meer in de fiscaliteit bijvoorbeeld. Het zijn allemaal individuen. Hm. Nou, ik vind het allemaal prima hoor. Maar in de werkelijkheid hebben in alle culturen mensen hun leven als gezinnen of als huishoudens, het gaat me niet meer trouwen, als huishoudens gedefinieerd. Dat is de basiseenheid. Daarin worden beslissingen genomen. Ga je wel of ga je niet werken? Ga je wel of niet migreren? Ga je wel of niet de kinderen? Dat zijn gezinsbeslissingen. Dus het gezin is een basiseenheid in de samenleving. En dat betekent, daar beslissen de volwassenen, niet de kinderen, de volwassenen beslissen. Er is ook een overeenkomst tussen neoliberaal denken en communistisch denken. Hè? Dus dat de leden van het gezin individu worden voor de staat. In het communisme ben je ook individu. Als lid van de gemeenschap. Okay, goed. Ja, oké. Okay. Maar dat is natuurlijk pure mythe. Dat heeft nooit ergens bestaan. Nee, maar dat is ook. Dat is misschien een droombeeld. In modellen wel, hè? Ja, dus ja, maar dat is nergens gerealiseerd. En het verschil tussen het kapitalisme is dat het kapitalisme wel een realiteit is. Dat is helemaal niet waar wat je zegt. Dus okay. In het communistisch regime had je juist heel veel surveillance waar één op één werd gesproken. Ja, oké. Okay, maar we hoeven de zegeningen van dat soort communisme, die zijn we gauw mee klaar. Dat is namelijk een ramp. Nee, maar we zien het motief weer terugkeren. Dus daarom is het, okay. Ik zal het hem even te noemen. Maar volwassenheid betekent dus eigenlijk, dus geen beknopte definitie, maar je gezin draaien, dat is volwassenheid. Klaar. Heel eenvoudig, dat is volwassen zijn. Kinderen krijgen, een gezin draaien. En alle zorgen die dat met zich meebrengt, doorleven. En dan proberen samen uit te komen. Dat is een hele je snapt, ik ben eigenlijk heel erg alledaags. En ik hou niet van hooggestemde volwassenen, maar volwassenheid is gewoon goed voor je kinderen zorgen. Kan trouwens ook twee vrouwen samen, vind ik allemaal, dat is het punt helemaal niet. Hè? Kan ook heel goed. Maar of alleen, of met z'n tweeën, voor je kinderen zorgen, is een hele zware verantwoording. En dat brengt je met beide benen op de grond. En dan is identiteit eventjes heel ver weg. Nou, dat is grappig. Dus daarmee zou je ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld deeltijd werken, dat juist eigenlijk in de aanvaarding van die gezinsrol, als man of als vrouw, dat eigenlijk juist een heel volwassen keuze is. Dacht het wel, ja. Terwijl in het feminisme geldt dat natuurlijk eigenlijk eerder als een vorm van onderdrukking. Nou ja, de persoon. Maar goed, het komt dus ook, want deze definitie van volwassenheid, die ik best kan volgen, die slaat wel, en dat is van Freud, dus die is van voor de authenticiteitsrevolutie, zeg maar. En dat is, denk ik, waar, als je de meeste mensen nu gaat vragen van wat is volwassen worden, dan zal dat veel meer iets met identiteitsvorming en jezelf vinden en je leven inrichten in resonantie met je unieke ik, zeg maar. Dan zal je veel meer dat soort teksten horen. Ja. Die je toch, of wat je daarvan vindt.
dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is wel nu hoe mensen het doen, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja, mooi gezegd. In het Westen, hè? Ja. Maar je zou ook wellicht tot een sedimentaire opvatting van volwassenheid kunnen komen. Hè? Dat in de kern zou het suggestie kunnen gaan om de aanvaarding van grenzen. En ook het stichten van grenzen die zelf voor jou voldoende bevrijdend zijn. Mm-hmm. Dus niet alleen maar het slechte van grenzen, maar dus bijvoorbeeld kinderen krijgen en daar tevreden mee zijn. En je geluk aan verbinden en, dus, en niet daarvoor gaan vluchten. Ja. Of dat radicaal willen transformeren, maar dus die alledaagsheid. Ja. Maar dat heeft ook te maken met het leven zelf. Dus de aanvaarding van dat het hier is, dat de verhuizing nog kan, maar dat, dat niet alles mogelijk is. Dat je een leuke baan hebt, maar misschien niet een geweldige baan. Dat je leuke vriendinnen hebt, maar misschien niet je geweldigste. Ja. Dat is volwassenheid. Dat je beperkingen moet accepteren. En dan ook nog lol in het leven houdt. Hè? Dus gewoon niet daar zitten gaan chagrijnen van ik kan al van alles niet. Maar dat je er iets van maakt. Nee. Ja, dus behalve aanvaarding is het ook... Aanvaarding en sublimatie. Ja. Ja. Aanvaarding en sublimatie. En dan is er misschien toch dus nog een hogere laag waarbij je dan nog jezelf vindt. Dat is wel voor jou als oudere generatie misschien een gift van de jongeren voor jou. Van dat is misschien ook wel wat jij wel gedaan hebt, maar waar je de woorden in jouw generatie niet op die manier voor gehad hebt. De spirituele dimensie is nog niet aangeraakt als je het hebt over alledaagse dingen. Ook niet als je kinderen hebt en goed daarvoor zorgt en een deeltijdbeslissing hebt genomen om te werken. Dan heb je de spirituele dimensie nog helemaal niet gehad. En je hebt gelijk dat wat je tijdwerkende authenticiteit noemt, dat natuurlijk telen wat je op zin speelt. Ja. Dat is zeker gebeurd. Dat is echt een sociologisch gegeven dat we daar massaal in terecht zijn gekomen en dat ook allemaal willen. Ook allemaal bevorderd wordt. Dus dat is deel van onze realiteit geworden, zeker. Maar de vraag is wel hoe je het interpreteert. En ik ga niet met telen mee met zijn omarming daarvan. Ik vind dat heel erg onkritisch. Onkritisch ten opzichte van de westerse traditie, van hem. Ik vind het bewieroken van de authenticiteit heel romantisch. Daarom naar mijn zinspeling op die bohème. Alsof iedereen kunstenaar is. Weg ermee, flauwekul. Ik vind dat de spirituele dimensie op een andere manier moet worden. Die is er wel, maar die moet op een andere manier worden gedacht. En ik denk, maar ja, goed, het zit niet in dit boekje, dat je dan ook andere dimensies moet erkennen dan authenticiteit in de westerse zin. Maar goed, dat gaat voorbij dit boekje. Tenminste, ik denk niet, maar dat de derde golf, daar zit ook wel voortdurend die zinspeling op die spiritualiteit in, hoor. Dat is niet afwezig in die derde golf. Maar dat wordt toch nog verder ontwikkeld. Nou, dat wordt erg in die authenticiteit, in dat idioom gesteld. En daar ga ik niet in mee. Ik geloof niet dat... ik vind dat spookbeelden. Maar ja, dat is natuurlijk wel een spookbeeld dat behoorlijk leidend is. Zeker. En waar ook heel veel geld mee verdiend wordt. Dus, tenminste, jij het woord spookbeeld zelfs van jou. Ik ben daar nog niet zo uit. Nee, maar daarom zei ik ook, ik wil het niet veralgemeniseren. Maar, maar nog even terugkeren naar dat idee van dat we ook in onze cultuur en zeker in het publieke debat weinig idee van volwassenwording meer hebben. En ook geen in die zin geritualiseerde, getrainde omgeving van wat het eigenlijk is om jong te zijn, om puber te zijn, om student te zijn, om jong volwassenen te zijn. En in die leegte is dit ontstaan. En denk ik wel deels, het is ook gewoon een pakkend artistiek verhaal in die zin. Artistieke, romantische opvatting van identiteit. Ja. Dus moeten we niet in die zin toch terug naar naar een herijking van jongen naar man? Of van, nee, we moeten die rituelen. Daar heb je een belangrijk punt. Wij hebben heel veel rituelen in het Westen afgeschaft. En ze zijn ook sterk gecommercialiseerd. Maar de vraag is dus, waarom hadden ze de vroeger... Het is waar dat rituelen altijd, tenminste niet-Westerse cultuur, altijd gaan over leven en dood, man en vrouw, verschillende generaties. Dat zijn dus die grote scheidingen, die krijgen ritueel vorm. Je leert die aanvaarden, en vaak met harde hand. Hè? Dus die rituelen zijn geen pretje. Dus je moet ze niet gaan bewieroken. Heel veel van die rituelen die zouden nu onder mishandeling vallen in Nederland. Hè? Dus, maar goed, ze zijn er altijd geweest. Wij hebben ze afgeschaft in het Westen. En nou hebben we niet zoveel meer over. En nou is dat zoeken naar die identiteit, wat een heel legitiem streven is.
Dat gebeurt niet bij de psychotherapeut, of dat gebeurt op het web, of dat gebeurt de boeken lezen. Maar dat gebeurt op een niet-rituele manier. Hoewel je regelmatig naar de therapeut gaat, nog wel als ritueel zou kunnen bekijken. Maar goed, de rituele dimensie is in ons leven erg verdund. Erg verdund. En de vraag is eenvoudigweg, wordt het leven daar beter of makkelijker of volwassener door of niet? Ik heb daar mijn twijfels bij. Ik denk dat rituelen, zij het op een beschaafde wijze, zeg ik er steeds maar bij. We zitten hier niet te wachten op mishandeling. Maar op een beschaafde wijze rituelen, dat zou toch wel eens kunnen helpen. Om te gaan met die grote verschillen. Ja. Die drie die ik noemde. Nou ja, ook omdat je dus zeker, je ziet echt een hele grote tegenbeweging tegen de genderrevolutie. Waar zou die dan vandaan komen? Dat vind ik zelf ook wel heel geruststellend eigenlijk. Dus zeg maar de online beweging van mannen die zeggen, ja, dit, ik trap hier niet in. Dit is, als je toch ook om je heen goed luistert van, ik begeef me in kringen met vrouwen die zwanger zijn of willen worden. Echt de grote meerderheid wil gewoon een dochter. Ik vind het echt ook heel goed generaliseerbaar. Ik zie het ook op de universiteit. De culturele privilege zit aan de vrouwelijke kant. Vrouwen doen het beter tot op de universiteit, maar zeker op de lagere school, op de middelbare school, maar ook daarna nog. Er zit toch een soort van zwoeng in het vrouw zijn met een rijkere mode. Op televisie kom je veel meer aan je trekken. Het zijn vaak wat makkelijker op te voeden. Nee, het is een heel eenvoudige verklaring. Op het niveau van cultuur zie je dat het vrouwelijke er echt wat toe doet. Hoe komt dat nou? Ja, nou inderdaad, daar wil ik het dus over hebben. Zullen we eerst even een eenvoudige verklaring op tafel leggen? Vroeger werkte, en dan praat ik over een anderhalf eeuw geleden, werkte 70% in de landbouw, 10% in de industrie en had een klein beetje dienstverlening. Nu is het totaal omgekeerd. 70-80% werkt in de dienstverlening. Ja. Nou, wat is dienstverlening? Dienstverlening is met mensen omgaan. Kan financieel zijn, kan medisch zijn, kan onderwijs zijn, kan, you name it. Dat is met mensen omgaan. Dus in een samenleving die voor het grootste gedeelte, qua werk, qua economie, uit dienstverlening bestaat, dan heb je andere kwaliteiten nodig dan in de mijnbouw, in de landbouw, in de auto-industrie. Olieplatform, dat zijn mannen. Dat zijn mannelijke beroepen met mannelijke kwaliteiten. Buiten Europa, of in Europa, waar die economieën sterk zijn, is die mannelijkheid volop overeind. Bij ons, wij zijn dienstverleners geworden. Nou, dus andere kwaliteiten zijn vereist. Ook van mannen trouwens. Je moet ook leren invoelend te zijn. Je moet ook leren relaties te onderhouden. Allemaal niet zo moeilijk hoor. Nee, ik zou het ook heel gemakkelijk vinden om die eigenschappen direct aan de vrouwelijke kant toe te dichten. Oh ja? Nou, sociaal, maatschappelijk, dus zowel biologisch als sociaal, wordt dat eerder met vrouwelijk geassocieerd. Empathie, relatie. Dat zijn, of het terecht is of niet, dat gebeurt. Nou, in die samenleving zijn vrouwen niet alleen meer heel erg gewenst en vrouwelijke kwaliteiten, maar wordt dat natuurlijk ook in onderwijs bevorderd. Ja. Nou het gemene van mijn opmerking. Wat mij opvalt aan de derde golf, is dat alles wat daar gezegd wordt over het menselijk bestaan typisch vrouwelijk is. Namelijk geen hiërarchie. Heel veel empathie. Gelijkwaardigheid. Het is alsof je een groot gezin hebt waarin de kinderen donderjagen. En het moeder moet de zaak bij elkaar houden. En die heeft voor iedereen ook een snoepje hoor. En dus verder gaat fijn spelen. En als je een ander kind gemept hebt, dan moet je excuses maken. Wat niet gewenst is, is een soort mannelijke oplossing hiervoor. Even bulderen en dan. Nee, dat gaan we dus voor. En de zoekende veiligheid en het aandacht voor het slachtoffer. Dat ik allemaal uitstekende kwaliteiten vind. Want ik zei al, ik heb mijn vrouwelijke kant in mij heus wel. Dus ik ben daar erg voor allemaal. Maar het valt mij wel op dat de kwaliteit die door de derde golf worden gepropageerd heel vrouwelijk zijn in traditionele zin, en dat de kwaliteit die worden verboden of taboe geklaard of gedemoniseerd mannelijke kwaliteiten zijn. En dus wat zie je nu precies? Want dat, ik denk, ben ik wel met je eens. Dus die tendens dat de vrouw het tij mee heeft, zullen we maar zeggen. En ook de man aanvalt. Op een symbolisch niveau dus.
Want ze zegt dat toch nog blijft doen. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ze zegt een bevrijdingsstrijd. Mag zij dat eventjes beantwoorden? Zeker, maar ik doe ook mee. Maar wat, even, en niet zo vrouwelijk. Wat ik interessant vind, ik weet niet of je daar een idee over hebt, maar wat is nou precies oorzaak en gevolg in deze? Dat grijpt in de krent. Dat is niet zo eenduidig te bepalen. Je begint met een verhaal, het economische verhaal. Ja. Dus een soort, alsof de materiële omstandigheden in het voordeel van de vrouw zijn geraakt. Een beetje marxistische redenatie. Dat speelt wel mee, ja. En dat we dus dat we nu aan de vooraan. Dus dat het een soort wat we waarnemen is. Hè, een nieuwe, zo misschien een soort nieuwe. Dus hoe Marx ook de omwentelingen in het systeem voorzag op basis van materiële omwentelingen. En dat omdat onze economie een bepaalde vrouwelijke karakter heeft gekregen. Krijgt de vrouw macht, zullen we maar zeggen. Ja. En kan als zodanig die macht. Is ze nu aan het. Vergroten, consolideren, ideologisch soort, legitimeren. Ja, ideologisch legitimeren. Ben jij nog feminist als je dit soort dingen laat doordringen? En nadat je hebt meegewerkt. Oh, nou ja, en ik heb ook, dus waar ik hier al eerder over was, mijn scriptie. Die of kom je gewoon bij de mannenbeweging? Nou, nee, nou, vind ik een lastige vraag. Kijk, dat vind ik wel interessant dat je dat het helemaal als categorie ook voor jou niet meer zo betekenisvol is. Ik ben wel feminist. Ja. Als je daarmee feminist in de zin van dat ik ben uiteraard voor ervoor dat vrouwen gelijk worden behandeld aan mannen, voor zover dat nog niet het geval is. Ja. Wat vind je bijvoorbeeld even een klein puntje hoor? Wat vind je van dat er te weinig mannen in het onderwijs werken? Of althans, dat is al een oordeel. Ja, wat vind je ervan dat 80% van de mensen in het onderwijs vrouwen vrouw is? Ja. Ik heb wel eens een. Vind ik een soort issue die door feminisme weinig wordt gezien. Een beetje de andere kant. Ja. Ja, nou, of dat er zorg vol zit met vrouwen? Ja, ja het is wat het is. Dus ik ben zelf dus niet zo'n denker. Ik probeer gewoon te begrijpen hoe dat nou komt. Ja. En ik heb ook wel eens een theorie gelezen dat. Dus waarom wordt de mensen in de zorg en in het onderwijs onderbetaald? Omdat het allemaal vrouwen zijn. Toen het nog allemaal mannen waren, waren ze in verhouding, werden ze beter betaald. In theorie. Ja, en dan kom je weer op de vrouwen die niet de bravoure hebben om op te komen voor hun eigen belangen misschien. Misschien je ook kunnen zeggen dat dat een prettige eigenschap is. Hè? Ja. Dat je gewoon je werk doet. Ja. En niet zo zitten zaliken om geld. Ja. En status en macht, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk dat is de vrouwelijke kant van het verhaal. Dat is wat de vrouw inbrengt. Is wat minder focus op macht en hiërarchie. En wat meer focus op gewoon doen wat er nodig is. Gabriel, je had net tussendoor een coming out als feminist. Neem aan, tweede golf of een derde golf? Nee, dan bedoel ik inderdaad in de zin van de tweede golf. Namelijk gewoon gelijkwaardigheid serieus nemen. Werk van maken, zowel in je eigen gedrag als maatschappelijk, qua beleid. Maar er zit nog wel iets bij, dat wil ik er ook wel aan toevoegen. Want anders wordt het al te praktisch en al te marxistisch. En dat is wel belangrijk, maar niet het enige. Er zit ook een culturele kant aan. Dat is eigenlijk ook wel wat een beetje meespeelt op de achtergrond, denk ik. Kijk, die aandacht voor relatie en voor empathie, of zeg je de afkeer van macht en onderdrukking en mannelijke hiërarchie, dat heeft in het Westen natuurlijk een hele oude voorgeschiedenis in het christendom. Ja. Het christendom is altijd al feministisch geweest. Ja, dus de clash tussen de christenen en de Romeinen in het begin van de jaartelling, dat ging al over van echt machismo. Hè? Die Romeinen waren echt enorme malletjes. Voortdurend vechten, de baas spelen. Echt helemaal goed, hè? Voor hun dan. En het christendom bracht iets anders in. Echt veel vrouwelijk in de klassieke zin. Hè? Ook aandacht voor de zwakkere, aandacht voor de weduwezen, de kinderen. Nou, Maria zelf. Ja. En Govert Buijs heeft ook omstandig uitgelegd, en ik vind het zeer overtuigend, dat diezelfde clash, cultuurclash, zich ook in Europa heeft afgespeeld in de middeleeuwen. Namelijk, die had die krijgers, dus in feite de ridders, allemaal heel mannelijk, op dat ros en met die zware, heerlijk, fijne, vrije tijd. En die samenleving, die kerk, brengt iets vrouwelijks in. En dat heeft dus de zaak ook beschaafd. Nou, de vraag is ook die dialectiek, of we daar dus vanaf zijn. Ik denk het niet. Ik denk dat we daar volop in zitten. En dat we dus nog altijd wel twee vormen van ethos zien botsen. Hè. Dus een strijdersethos, van strijden voor je zaak, macht uitoefenen,
de wereld veroveren, een groot bedrijf bouwen, omzet maken. Niet zeiken, maar geld verdienen. De markt dan penetreren. Ja, al die dingen, ja, zeker. Alles, al die fantasieën van mannen, hè, met elkaar. Ja. Dat spel, dat is er volop, zeker ook in de private sector. Ik liep wel eens gewoon bij de Zuidas langs, waar al die jongens en meisjes dan ook, maar vooral die jongens daar, Engels stonden te doen. Ik zag aan dat gedrag helemaal al Engeland, snap je, met die bravoure. Nou ja, dat is er. We zijn van de feiten, dat is er. Zeg je nou Engels staan te doen? Engels, ja. Angelsaksisch. Oh, op die manier. Dat bierheisen en die verhalen, dat gebral. Oh, dat daar associeert. Je zag, de vikingen terug. Zo is het, dat zag ik al. Maar er is een andere kant, hè? Dat is die kant van die christelijke. Nou, die christelijke kant die is wel in het feminisme heel erg aanwezig, vind ik. Ook bij die mensen die niet geloven. Maar cultureel, aandacht voor het slachtoffer, aandacht voor de zwakkere, aandacht voor tegen de macht. Nou, ik vind het allemaal even interessant. Je ziet het botsen en strijden, maar, en daar begint mijn twijfel, daar heb ik ook iets over geschreven. Die strijd kan ook wel heel venijnig en wat men dan tegenwoordig noemt toxisch worden. Dat men elkaar niet meer kan en wil verstaan. Dat man en vrouw dus echt tegenover elkaar komen. Dat mannen zich opsluiten in hun belevingswereld. Ja. Vrouwen in de hunne. En dat het dan dus niet meer wil mengen. Dat zie je cultureel ook gebeuren. En dat vooral dus die vrouwen die toxisch worden, toch? Nee, ik vind dat beide kanten. In het discours spreken we van giftige mannelijkheid. Maar als je goed kijkt, wordt vooral. Dus het mannelijke aangeval heb je net zelf verwoord. Dus ja, maar mannen weten dat vrouwen net zo goed toxisch kunnen zijn. Dat is flauwekul. Ja. Ik bedoel, in debat weet dat, ik wel wat je zegt. Dat probeer ik zelf in te brengen. Ja. Dus, nou goed, dus, dan zijn we het eens. Maar goed, als je op internet en het cancelen en bedoel, hoe heet die kickboxer? Dat zou je toch mannelijk. Andrew Tate. Ja. Dat is toch ook, dat is dan de mannelijke. Dat is giftige mannelijkheid. Giftige mannelijkheid. Dus het roept elkaar op een beetje. Absoluut. Toch? Maar dat is een verschrikkelijke dialectiek. En dat zie je dus ook, zag je ook bij Trump. Gebeuren. Er is een Amerika, zeggen een mannelijk Amerika, wat dus niks wil hebben van die feministische. Nee. En dat is heel sterk, helaas, vind ik. Want ik vind dat onbeschaafd lieden, maar het is heel sterk. En het wordt aangejaagd door bepaalde secties in de Democratische Partij die nog woker willen worden. Dus dat wordt niet beter, dat zoekt het midden niet. Het is de dialectiek tussen de Andrew Tates en de derde golf feministen. Ja. Nou, dialectiek, kijk, bij dialectiek zoek je uiteindelijk het midden. Maar dit is een fatale dialectiek, het wijkt uit elkaar. Dat is consensusdrang. Ik weet niet of dat ook dialectiek is. Maar het is geen consensusdrang. Dat is dat we nu een antithetische positie hebben. Ja, polarisatie, ja. Maar grappig genoeg, gedreven door een utopisch verlangen. Ja. Namelijk Gods paradijs op aarde. Dus we hadden het net over oorzaak-gevolg en hadden we materialistische redenatie. Dus dat het geboren wordt in economische omstandigheden. Maar dit zou het ook kunnen zijn. Ja. Ideeëngeschiedenis technisch. Dat christelijke verlangen naar een wereld waarin we allemaal als broeders samenleven. En waarin zusters. Broeders en zusters samenleven. Waarin geen onderscheid is. Waarin geen Joden, geen Grieken, geen slaven, geen heersers. Dus dat we dat, en dat is mijn stellige idee, dat zit zo diep in ons. Dat we dat zo graag willen. Maar dat zou nog wel acceptabel zijn. Maar er komt natuurlijk een laag bij van dat ze in hun hoofd zitten. Ja, ze willen helemaal van de lichamelijke differentiatie af. Maar de grap is dus. Oh, sorry, dat is al christelijk, hè? Dat je afscheid neemt van het lichaam. Dat zit er al in. In haar programma, wat zij kort samen, daar zit dat afscheid van het lichaam al lang in. Man en vrouw, inderdaad, dat verschil bestaat daar ook niet meer. Mooi. In dat utopische verlangen. En dus wat een beetje het ironische is, en dat is overigens wat je wel volgens mij vaker tegenkomt in de geschiedenis, dat ons verlangen naar iets wat in theorie heel mooi is, of wat we allemaal heel erg goed kunnen aanvoelen. Waarom we dat zouden willen, waarom de wereld eigenlijk zo zou moeten zijn, dat op het moment dat je dat dus in praktijk gaat brengen, dat het ergens tegen iets aanloopt waardoor het niet lukt, zeg maar. Wat dat precies is, dat weet ik niet, maar het lijkt. De realiteit van het familieleven bijvoorbeeld? Ja, gewoon de werkelijkheid waarin volkomen gelijkheid toch iets lelijks lijkt te worden. Waarin we elkaar de maat gaan nemen en naar elkaar gaan zitten kijken. Omdat je in gelijkheid kan je geen machtsverhoudingen meer hebben. Dus dan ga je cancelen op internet om te zorgen dat mensen doen wat jij wil. Het polariseert. Dus je ziet dat steeds, dat is ook iets van Taylor, dat de goede wil van de mens, de goede verlangens van de mens, de neiging hebben om te slaan in iets lelijks.
En dat lijkt hier by the way, en vanzelf iets heel serieus op tafel over volwassenheid. Namelijk, ja. We hebben allemaal die dromen. Laten we zeggen, die droom, die christelijke droom, je mag ook een communistische droom hebben. Maar volwassenheid is dat als je dat voelt, dat de werkelijkheid zich daartegen verzet, hardnekkig verzet, constant verzet, ja. Dus dat het niet wil lukken, ja. Dan is volwassenheid niet, volgens mij tenminste, niet het opgeven van die droom, maar ook niet het doorzetten van die droom. Het acting out van die droom. Het is accepteren dat, dat de werkelijkheid iets anders is dan die droom. En dat je die droom, dat die dierbaar is. Dat je die ook best mag hebben. Maar dat de werkelijkheid ook moet worden erkend. En het dat is volwassenheid. Accepteren dat droom en daad uit elkaar lopen. En de vraag is of we dat doen. En als we doorgaan in dat zoeken naar het realiseren van de droom. Niet alleen tegen de realiteit, maar ook tegen beter weten in. Want we weten dat het niet zo makkelijk is om mensen gelijk. Dan zijn we op een onvolwassen manier bezig met onze eigen dromen. Ja, je kunt het net zo in termen van volwassenheid en onvolwassenheid duiden. En er zijn natuurlijk ook wel uitleggen waarbij dat dus heel erg met de moderniteit in verband wordt gebracht. Ik denk dat het ook Taylor is die dat doet. Maar die zegt, ja, wij kunnen op een of andere manier niet meer accepteren dat. Het is zwart-wit, zeg maar. Wij in onze westerse moderne denken moeten we het helemaal hebben, zeg maar. Het kan niet het idee van een soort balans tussen hoe de orde zou moeten zijn en hoe die niet is. En dat we dat tegelijk hebben. Ja. En dus dat waar je naar streeft en hoe het in de werkelijkheid is. En dat dat samen moet gaan op een of andere manier. Dat we dat ontzettend lastig vinden om te accepteren. Ik weet niet of dat dus een kwestie van volwassenwording is. Bracht ik in het gesprek, dus aan het begin. Dus dat ik denk dat die genderdiscussie heel veel te maken heeft met het onvermogen om na te denken over ontplooiing in termen van volwassenwording. Er zijn wel auteurs die dat doen. Ik zou denken, niet Taylor, maar bijvoorbeeld Robert Bly. En heel veel biologen ook. Maar wat betekent het om ouder te worden? Verantwoordelijkheid te nemen voor aanvaarding van het leven, aanvaarding van de eindigheid van het leven. Ik denk dat dat aan de kant van zeg maar de volkskrantdenkers en de genderwetenschappers veel te weinig in beeld is, het thema volwassenwording. Ja. Ik denk dat dat aan de kant van de mannenbeweging, om het zo te noemen, dat het veel groter topos is, en terecht. Ja. Maar je moet het inderdaad dialectisch zien te bemiddelen. Ja. Ja, het heeft volgens mij ook wel iets met het postmoderne karakter van deze beweging te maken. Die dus wel kan deconstrueren. Het kan wel orders afbreken. Ja. Maar hij heeft heel erg veel moeite om te formuleren waar we dan precies naartoe aan het werken zijn. Zeg maar. Dus als je ze vraagt, stel de vraag geloof ik aan Rosemarie. Wat is dan het eindpunt? En dan zegt ze ook, er is niet een eindpunt. Het is een soort permanent streven. Ze willen eigenlijk door in het droom van René Descartes van verder het hoofd in. Ja. En het lichaam en alles moet steeds meer zeg maar, gecontroleerd worden. Romantisch gecultiveerd, maar aanvaarden is er niet bij. Ja, dus het is gewoon het is de droom van de moderniteit. Ja. Dus, zeker, ja. Dus, en daarom zei je ook terecht, sinds God dood is. Ja. Zolang God er nog is, dan is dat ho-ho met je dromen. Ja, er is een bepaalde orde waarbinnen we zitten. Alleen die orde is er niet beperkt, meer. Je hebt je beperkingen. Maar sinds God dood is, is die beperking eraf. In onze droom denken we, dat kunnen we allemaal wel maken. En is het niet via gentechnologie, dan kunnen we het wel via AI. We kunnen alles maken. Ja. Ja, daar zit toch de maakbaarheid tot in het oneindige in. En daar is geen eindpunt aan. Het kan altijd beter. Ja. Natuurlijk kan het altijd beter. En ook dus zoals Rosemarie het onder woorden brengt, er is geen eindpunt. Dat het streven zelf het doel geworden is. Dus het veranderen, het sleutelen is wat we zo prettig vinden. Ja, maar dat streven zelf, die motor moet blijven draaien, de subsidies moeten blijven binnenkomen. Dus ze zoeken vijanden waar ze zich dan weer van kunnen bevrijden. Dat zie je ook heel duidelijk. Dus de man wordt ook, hoe langer hoe meer, wordt steeds gezien als van die probeert verhoudingen te houden zoals ze zijn. Die probeert vast te houden aan het lichaam, aan volwassenheid. En dat is ook natuurlijk ook een constructie om tegen te vechten. Hè? Dus die man verschijnsel toxische man is ook in die zin ook een creatie van die mensen die dat nodig hebben om te boksen. Dat is ook het kwaadaardige, vind ik wel. Volgens mij is het patriarchaat bijvoorbeeld, waar dan een heel belangrijke tegenstander is als ordeningsbeginsel al meer dan een halve eeuw afgeschaft in Nederland. Dat is waar. Als ordening, hè? Ja. Het is helemaal niet waar dat je de samenleving kunt begrijpen als patriarchaal. Ik bedoel, er zijn allerlei machthebbers, maar dat zijn geen patriarchen in de klassieke zin van het woord. Dus die term patriarchaat wordt gebruikt op, dat is een stroopop. Dat is puur een stroopop. Om tegen te vechten waar je wel energie aan kunt ontlenen. Maar kijk, buiten Europa zijn ook heel veel
culturen en samenlevingen die je echt patriarchaal kunt noemen. Ik heb een paar keer films gezien over Afghanistan, Iran, Marokko. Nou, over familieproblemen en over India. En dan zie je dus gewoon hoe dat zo'n vader aan het hoofd van zo'n gezin, hoe die als een tiran echt iedereen tot zwijgen oplegt, tot wanhoop drijft. Dat is patriarchaal. Ja. Dat is patriarchaal, dat bestaat. Ja, het is dus een soort. Ik bedoel, kijk, het is in de wet en in de. Hoe zeg je dat? Officieel is het afgeschaft. Alleen het argument van de feminist is natuurlijk dat het uit de instituties verdwenen is, betekent niet dat het al helemaal weg is. Het zit ook nog in onze overtuigingen en in onze. Ja, maar ik beschouw dat als een constructie hoor. Dus ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederlandse huishoudens, weliswaar is er nog een scheve verdeling tussen man en vrouw, maar de vrouw heeft absoluut de broek aan. Bijna overal, denk ik. En 90% van de gezinnen heeft de vrouw de broek aan. Het is wel zo dat de vrouw volgens statistisch onderzoek ook heel duidelijk meer doet. Ja. Maar het idee dat de mannen voor het zeggen, is helemaal niet waar. Hmm. Zeker in publieke instituties heb je al voorkeursbeleid. Heb je al trouwens decennia. Dus middenlagen zie je heel veel verdeling van man en vrouw. Het onderwijs, de zorg, toch heel representatieve sectoren. Ja. Hebben de vrouwen al lang de broek aan. Ja, het is daarom de naam. Mannen worden ondertussen gepercipieerd als machtig, radicaal ondernemend. En het is de vraag. Ja. Misschien is de man al lang in de verdrukking geraakt. Ja, het zou kunnen. Opvallend genoeg heeft de derde golf het ook niet zo heel veel meer over de gezinssituatie. Het gaat meer over of je je gezicht terugziet in de spiegel van Lacan, zeg maar. Dus in het museum, in de kanon, in de culturele. Daar gaat het al niet meer over, eigenlijk. Nee, maar dat is een andere aspect van onvolwassenheid. Dat speelt niet alleen bij vrouwen, dat speelt ook bij andere minderheden. Die willen hun gezicht terugzien in het museum. Die willen representatie. Ja. Nou, als er één ding oninteressant is in cultuur, dan is het wel jezelf terugvinden. Cultuur is nou juist zinvol, zou ik zeggen, doordat je iets anders leert zien dan jezelf. Een spiegel, die kun je overal zien. Dus het verlangen om jezelf terug te vinden in de culturele uitingen van een samenleving, kunst, film, noem maar op, vind ik zelf een gebrek aan zelfstandigheid. En dan heb je dat nodig. Ik snap dat therapeutisch wel, dat je jezelf wilt terugvinden. Dat kan ook best wel helpen, misschien in de zin dat je wat zelfverzekerder voelt. Maar daar is cultuur niet voor. Ja, ik herken voor de witte mannen een mooie periode, toch? Een hele interessante periode. Nee, want die dat worden de witte mannen uit de film verdwijnen. Nee, je ziet juist. Ja, je hoeft jezelf niet meer te zien. Je ziet juist overal radicale uitzonderingen, inderdaad. Je ziet eigenlijk die mensen die willen erkenning, maar ze willen erkenning voor genderdiversiteit. Daarom overal die afwijking. Ja, maar dat is. De norm zie je nergens. Je ziet overal in iedere reclame kroeshaar, in iedere reclame een hoofddoekje, in iedere reclame genderflirts. Het maakt niet uit. Ik bedoel, het is nu wat het is, maar dat mensen zich daarin herkennen, nee. Het is de herkenning van het diversiteitsdiscours. Wat het daar interessant is. Nee, helemaal niet. Het is een eenheidsworst. Een nieuwe eenheidsworst. Nou ja, god, het is natuurlijk in een poging om, je zegt het net zelf, zeg je van de norm zie je nergens meer terug. Het project is juist om die norm te veranderen. Ja, dus om een andere norm te krijgen. De norm is sociologisch. Of eigenlijk om de norm helemaal af te breken. Precies. Want de norm veronderstelt al normaliteit. Ja, normaliteit is onderdrukkend. Maar nou is dus de vraag A, of dat kan. Of je een samenleving kunt hebben zonder normen. En B, de vraag is ook dat als je de... Misschien kan het alleen maar interessant worden, ook cultureel, door je tot een norm te verhouden. Zelfs als je hem helemaal ondermijnt. Ik bedoel, neem Bataille, filosofisch. Grensoverschrijding, enorm spannend. Maar een grensoverschrijding werkt alleen, is alleen maar extatisch en alleen maar spirituele ervaring, zolang die norm er is. Dus er is een subtiele dialectiek tussen het handhaven van de norm en het overschrijden van de norm. En dat is niet alleen in gezinssituaties zo, denk aan je pubers, dat is ook cultureel zo. En het afschaffen van de norm is het einde van het feest. Dat gaat gewoon helemaal niet. Culturele dynamiek is niet zonder norm mogelijk. Maar dat is nu gaande. Ja, daarom is die cultuur ook minder interessant van ons. Ik zou zeggen dat het. Dat is inderdaad. Dus wat ik. Dat, in woord hebben ze het over geen normen. Dus hybriditeit, diversiteit, de viering van een leven zonder normen. Ik zou ook zeggen dat dat in de praktijk onmogelijk is. Gewoon bijna metafysisch, ontologisch onmogelijk om een samenleving te creëren waarin er niet zoiets bestaat als dat wat normaal is en dat wat daarvan afwijkt. Maar waar je dus over na moet denken, ondanks dat, en dat is dus dat postmoderne, dat doet de beweging zelf niet, welke nieuwe norm nu precies nagestreefd wordt. En dat gebeurt dus enigszins
ongedacht en ongecontroleerd ontstaat er iets nieuws. Er ontstaat hoe dan ook een nieuwe norm. Dat gebeurt gewoon, daar kunnen we helemaal niet zonder. Maar wat is dat dan? Wat is die nieuwe norm die ontstaat? Ja, we hadden het net al een beetje over dat vrouwelijke... Nou, het abnormale wordt zelf een norm, maar het is de vraag of dat mogelijk is. Ik heb nog een andere vraag. We zijn al een tijdje aan het kletsen, maar we gaan gewoon door. Stel dat je nou vanuit meer kritisch perspectief naar deze beweging zou kijken. Hè? Dus bijvoorbeeld wat ze in de Frankfurter Schule hebben gedaan. Dat je die psychoanalyse combineert met kapitalismekritiek, dan zou je ook wel kunnen zeggen dat het genderdiscours is zelf ook eigenlijk een verwoording van een neurotische verhouding van mensen tot zichzelf, die hun eigen lichaam gaan aanvallen. Vroeger was het nog snijden en anorexia, en nu is het zelfs dus zo de aanval technisch willen transformeren van het lijf. En tegelijkertijd een medisch-industriële omgeving waarin daar ook geld aan wordt verdiend. Dus je ziet ook dat er is ook een belang bij dit discours. Er wordt de mensen die zich willen transformeren, daar kun je gewoon aan verdienen. Dus er is een hele medicijnindustrie die daar garen bij spint. En bovendien, je kunt het volgens mij ook uitleggen als een soort van, zoals mensen ook wel de diagnose hebben gesteld, leven we in narcistische tijden of leven we in tijden van borderline. Zou je dit ook wel als een aanval de eigen lichamelijkheid? En daarmee is het niet een psychologisch defect eigenlijk wat hier cultureel wordt uitvergroot en over ons wordt uitgestort, zo van normaliseren van toch psychiatrisch, wat in andere tijden als een echte ook als een medische afwijking werd gezien. Dus dat is een beetje, als je redeneert vanuit de Frankfurter Schule, dat gebeurt nu natuurlijk niet meer. Maar wat vind jij daarvan, Gabriel? Herken je dat of zie je dat als een te grote experimentele interpretatieslag? Ik ga nog wat verder. Je weet, ik ben heel lang, dat weten jullie al, twee met die evolutie bezig. En mijn conclusie is dat wij door die lange evolutie van 2 miljoen jaar, waar we goed doorheen gekomen zijn, dat wil zeggen, we leven nog. Maar we hebben hele slechte tijden gehad, heel veel tegenslag. En ik denk dat wij gemaakt zijn, geprogrammeerd zijn voor tegenslag. Dat wil zeggen voor harde werkelijkheden. Dat is wat wij in wezen zijn. Dat wil zeggen, wij hebben allerlei afweermechanismes, verdedigingsmechanismen, om ons te wapenen als het moeilijk wordt. En veel cultuur behoort tot die afweermechanismes. Misschien ook wel die onderscheidingen van man en vrouw, of andere. Op het niveau van gender bedoel je dan? Of zelfs op het niveau van seksen? Nee, zelfs op het niveau van lichamelijkheid. Dus gewoon het kunnen verdragen van honger, het kunnen verdragen van pijn, het kunnen verdragen van ziekte, ziektekiemen, dus afweersystemen, de meest biologische zin van het woord. Ja, ja. Nu gaan we dus in de stad leven, de bacillen gaan eruit, we gaan schoon drinkwater krijgen. Het afweersysteem heeft even niks meer te doen. Dus het afweersysteem denkt van, goh, waar zijn die vijanden gebleven? Ze zijn er niet. Weet je wat? Dan val ik mijzelf misschien aan. Dus de auto-immuniteit zou wel eens als modern verschijnsel, het zichzelf aanvallen, zou wel eens een reactie kunnen zijn van het afweersysteem, biologisch, maar ook psychologisch. Namelijk als je te weinig werkelijkheid tegenover je vindt, of je hebt de pech dat je een harde werkelijkheid tegenkomt. Je kunt ernstig ziek worden. Er valt een vijand je land binnen. Je wordt ontslagen. Maar en er wordt er niet gelukkig van, hè? Maar misschien zijn wij erop gemaakt om dat soort tegenslagen toch te handelen. Of je psychologisch, hè? Dus als ik zeg van, nou, er zijn drie grote. Freud zegt er zijn drie grote dingen waar je mee moet uiteenzetten. Ze zijn alle drie niet leuk, hè? Ik zou ook graag eeuwig leven. Ja, dat gaat helaas niet. Dus ik moet mij uiteenzetten met die drie vijanden. Tegenkrachten, zal ik maar zeggen. Maar als wij het leven nu zo gaan inrichten dat wij die tegenkrachten steeds meer wegnemen, hè, hoe sterk worden we daar eigenlijk van? Nou, je snapt wel, als ik het zo zeg, dat ik bedoel te zeggen, daar word je heel erg zwak van. Heel erg kwetsbaar van. Dus het zou kunnen zijn dat de kwetsbaarheid die wij nu breed zien, de kwetsbaarheid van studenten, de kwetsbaarheid van allerlei mensen en medisch, maar ook mentaal. En dat een aspect is van een samenleving die alleen maar comfort zoekt en plezier. En ik geloof zelf, dus, maar ik ben een beetje Spartaans, moet ik wel toegeven, hoor, dat niet gezond leven is. Ik denk dat het gezonder is om af en toe die Spartaanse kant ook te hebben. En dat we daar zoveel gemaakt zijn. Nietzsche evolutionair verklaard.
Okay. De laatste mens. Oké. Ik ben zelf niet zo in Nietzsche, maar ja. Misschien... Nee, het is, zo klinkt het een beetje. Dus dat je met het weghalen van spanning tussen mensen... met het creëren, ja, dus de laatste mens van Nietzsche. Ja, het leven is ook een strijd. Ja, dat is een zwakke mens. En daar hadden mannen een voordeel op vrouwen. In hun psychologie en soms ook wel in hun culturele vormgeving. Ik zeg niet dat het allemaal goed is hoor, maar we zitten nu heel erg aan de kant van dat je dat moet pamperen. En ja, ik geloof het zelf niet. Genderfluiditeit als een... Ja. Als een pampering. Dat vrouwen misschien evolutionair beter geschikt zijn om te accepteren hoe het is. Ja. Vrouwen, nee, maar het grote verschil, daarom is het ook... En vrouwen ook geschikter zijn voor de grote stad gewoon? Nee, maar het is nog veel elementair. Vrouwen, omdat ze kinderen moeten baren, hebben een veel directere relatie met de realiteit van het leven en van zichzelf. Bovendien hebben ze elke maand last van hun cyclus. Mannen hebben wat dat betreft een andere verhouding tot de lichamelijke werkelijkheid. En vrouwen zijn wat dat betreft ook gewoon gezond verstand. En mannen, wij, ik in ieder geval... zijn veel meer geneigd om van die werkelijkheid weg te vluchten... In allerlei mooie projecten die echt veel spannender zijn. Hoor. Het is nou wel ironisch dat die emancipatiebeweging zo op ons geslagen... Ja, die is dus echt geëmancipeerd. Namelijk, die schiet dus weg van die realiteit, van de alledaagse zorg... Ja. En van de lichamelijke... het realisme van een gewoon vrouwenleven is veel groter dan van een mannenleven. Ja. En ook als het gaat om het incasseren van pijn. En ook als het gaat om het verhouden zich tot de dood... Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik vrouwelijk noem, maar dan op een heel elementair niveau, waar mannen nog een puntje aan kunnen zuigen. Ja, Gabriel, wij afsluiten. Wij kunnen iets wat vrouwen niet zo goed kunnen. Namelijk je een wereld voorstellen die met die werkelijkheid niks te maken heeft en die dus een sterren van de hemel speelt. Hele mannelijke beweging. Het blijft een paradox, hoor. Het blijft ingewikkeld. Dit boek, Seksen, Gender en Identiteit, actuele reflecties op een eeuwige vraag, kun je zelf bestellen. En daarin kun je ook, dus behalve die interviews, wat grondigere stukken lezen van Josephine en Gabriel. En dat geeft inderdaad, het is grappig dat jij het een neutraal boek vindt, dat viel me ook wel op. Er komen natuurlijk veel kritische stemmen aan het woord, vooral van de tweede en derde golf. Maar jullie in al jullie nuchterheid brengen dat down to earth in het boek. En dit gesprek gaat daar wel zwaar overheen. Maar zeker leerzaam. Ook niet in de laatste plaats omdat de biologie toch zo'n grote rol speelt. Die Van der Waal die heeft dus eigenlijk stiekem een titel meegegeven die suggereert van lees dit als je into de genderdiscussie bent. Maar als je het goed leest, dan eindigt het toch. Ben je meteen genezen. Josephine, dank voor je komst naar Leiden. Jij bedankt. Gabriel, wij spreken. Ja. Word patroon als je dit een leuk gesprek vond. Dat betekent dat je 5 of 10 euro per maand gaat dokken om de nieuwe wereld in de lucht te houden. En dat is zeer nodig. Leuk als je dat doet en dank dus als je al lid bent. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.